Ja, het minste wat er in Nederland wat te doen is, meestal moeten we naar het noorden toe. En als er in België wat te doen is, heel gek, dan is het West-Vlaanderen het meeste. Dus echt die uithoeken altijd. Eén liedje staat op mijn nieuw album. Het zal nooit zo donker zijn of het wordt altijd weer licht. En, maar ik heb ondertussen hebben we een beetje aan het opzoeken geweest over Ede Staal. En hij heeft zo'n mooie dingen gedaan. Het schijnt kan gewoon een heel album maken met alleen maar hele prachtige liedjes van hem. En ik heb wat heel leuk is. Ik heb op het einde, het laatste refreintje, heb ik in het Gronings gedaan als Belg. Hè? Het nog nooit zo donker west. Of het weer altijd wel weer licht. Het nog nooit zo donker west. Of het weer altijd wel weer licht. Ik vond het heel mooi, omdat ik vond het in het Gronings vond ik het echt zo heel erg mooi. Ik denk, als we nou dat heel kleine laatste stukje... En eigenlijk is het maar een herhaling van twee regeltjes, dus het viel nogal mee. Ik vind het heel erg de moeite waard om toch wel zijn repertoire helemaal een keer uit te pluizen en kijken wat mij ligt. Er is ook een theaterstuk, heb ik gehoord, hè, in Nederland aan het lopen nu, met muziek van hem. Hè. Hoorde ik toevallig op de radio. Ja, mooi. Maar er komt iets heel moois aan. Dit jaar ben ik 40 jaar bezig. En dan, we hebben toen ik 30 jaar bezig was, hebben we een box gemaakt met heel de compilatie van die 30 jaar. En daar gaan we 10 jaar bij plakken nu. Dus we gaan iets heel moois maken rond die 40 jaar. En een mooie special willen we maken. Dus.